Hallootjes en welkom terug bij een nieuwe video. We gaan vandaag na een tijdje weer lekker aan de slag met Stardew Valley. We hebben heel wat te doen op ons boerderijtje. We hebben nog geen koep, we hebben nog geen werkbench, we hebben nog geen rugzak. We hebben echt veel te doen. Dus laten we lekker beginnen. Stardew Valley, doe je mee? Oké, jongens, laten we beginnen. Uit bed. En eerst maar eens even kijken wat de fortune teller ons allemaal te zeggen heeft. Welcome to Welwick's Oracle, the only show where the voice of the spirits is channeled directly to you. Wow, I feel so special. The spirits are very displeased today. They will do their best to make your life difficult. Zijn dat tieners? Oké. Alle jikheid op een stokkie. Ik heb een kist nodig. En ik ga eerst even hier kijken. Wat kan ik al oogsten? Kan ik al wat oogsten? Oh my god, één paarsnip. Paarsnip? Oké, cool. Dit kan ik nog niet oogsten. En wat zegt mijn brievenbus? Dear Farmer Linpin, I'd like to apologize for joking about your grandpa's old cottage when we first met. It's really a nice little house. However, you might need some more space someday, and that's where I can help. If you bring me some raw materials and pay a fee, I can expand the house. The first expansion I offer includes a kitchen. With a kitchen, you'll be able to cook any recipes you've learned. Anyway, I hope you're starting to feel at home in our Stardew Valley. Your local carpenter, Robin. Goeie marketing, Rob. Even kijken, wat heb ik hier? Wat heb ik hier? Wat heb ik hier? Wat zit er in mijn groentje? Een steen! Dat is lekker. Oké, maar alle gekheid op een stokje. Ik ga even wat opruimen hier. Wat stenen voornamelijk. En dan wil ik even kijken bij Robbie. Om te zien hoe duur zo'n chest ook weer is. Wat is dat? Wat zit er in mijn grond? Nog meer steen. Yes. Hout, wat ik nog niet kan pakken. Nog meer steen. Plop. Ik wil een chest en ik wil een workbench. Oh, wat moet ik eigenlijk nog meer doen? Wat zijn mijn... Craft furnace. Oh, en een koep bouwen. Joh, ik moet echt mijn spullen gaan verzamelen. Mijn grondstoffen. Ik denk dat als ik in de mijn ga, dat ik ook wel veel grondstoffen ga vinden. Maar ik wil eerst een kist en een werkbank. Want dan kan ik verder. Dan kan ik zelf van alles gaan craften en dan... My pickaxe isn't strong enough to break this boulder. Nou, we hebben toch best wel een lekker boerderijtje. Het is allemaal van ons, hè, al deze ruimte. Fine little bit of real estate, if you ask me. Ik heb een kool en een parsnip. Hoeveel health heb ik nog? Nog aardig wat. Ik heb bijna geen doekoes. 82 steen, 300 hout. Drie geodes. Drie geodudes. Oké, ik heb mijn enige parsnip verkocht. Time to say goodbye. La da di da da di, da di da di. Dit kan ik nog even uit de grond wippen. En al deze dingen zijn vrij makkelijk even te verzamelen. Oh, die kan ik nu weer niet tillen. Oh. Die kan ik niet tillen. Oh, dat gaat niet handig. Oh, die kan ik wel tillen. Ik kom jullie zo halen, jongens. Ik moet naar de smid om deze geodudes te laten openbreken. Ik moet dit verkopen. En eventjes die... dingen oppakken. Die nootjes, die eikeltjes. Zo, dankjewel. Jammer dat ik jou niet kan vangen. Of jou.
Eekhoornvlees. Robin! Hey, Robin! Hey, Robin! Robin, ben je thuis? Hoe moet ik nou iets kopen als ze er niet is? Maat, waar is je vrouw? This valley has a very vibrant and diverse ecosystem. That's one reason I was excited to move here. Oh, dus jij komt hier ook niet vandaan. Cool. Cool, 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 cool. Maar waar is je vrouw? Hi, Abigail. Abigail. I'm not in a good mood right now. Whatever, dude. Jij wil. Luister, je krijgt de kans om met mij op te trekken. Bloom! Ah, blooms. Blooms, blooms, blooms. Blooms, blooms. Volgens mij vond niemand deze blooms leuk. Dat was ook mijn probleem. Bloemsbak. Dit is de bibliotheek. Daar wou ik niet in. Ik wou hierin. Flinty boy. Oh. Oké. Shop. Kan ik jou wat verkopen? Ah, ik verkoop jou deze wel. Ik wou eigenlijk de kool bewaren, Flint. Clint. Hoe heet je ook alweer? Steen! Groene smurrie. Malachieten. En granieten. Oké, malachieten en granieten. Hier ligt een brief die er niet uitziet alsof hij voor mij bedoeld is. There's a stack of metalworking blueprints. Oké. Gezellig. Oh, ik kan iets doneren. Jou leg ik hier. En jou leg ik... Wacht, kan ik het nog terugnemen? Nee, ik wil het eigenlijk niet doneren. Ik wil het verkopen. Whatever. Zo. Oeh, beloning. Collect rewards. Bloemkool. Tuurlijk. Mij vond niemand dit mooi, toch? I'm not a huge fan of this. Oh, no, sorry hoor. Hier, wil jij mijn bloem? This is interesting. It is very interesting. Ik zie nog schelpjes. Schelpjes. Waar ben je? Schelpjes. Ik heb precies 300 stukken hout. Daar heb ik zo mijn best op gedaan. Goeie beat. Toch weer schelpjes, hè? Oeh, en een skelettenhand. Niet eng. Niet bijzonder. Geen probleem mee. Zal ik de skelettenhand maar gaan doneren dan? Dus krijg ik de volgende keer wel, weet ik veel. Peterselie. Ik ben veel te goed voor deze wereld. Ik wil dat een museum vol krijgen met prachtico's. Donate. Hier. Potjeshand. Veel plezier ermee. Blooms. Beter. Nog meer? Ik kan even hier beneden kijken. Nog een blooms. Ik weet niet waarom ik het elke keer in mijn hoofd krijg als ik hier aan het rondlopen ben. Doodste gestilte. Ik ben al mijn hout kwijt. Dat was echt dom. Maar ik heb wel een schelp. Slime. I'm killing you. Oh, ik moet wel de goede kant op staan, Lintin. Oh, lekker geluid. Oh, lekker geluid. Oh, dat was een gekke hapering. Oh, hallo. Ik ben niet bang voor jou. Ja, ik kan het al niet oppakken. Mijn inventory zit vol. Wacht even, jullie willen te veel van me. Jou kan ik verkopen, jou kan ik verkopen. Oké. Wacht, niet bij mijn dingetjes. Zo, hier hebben we de ruimte. Ik heb niet in mijn
ding nog een keer vechten. Straks maak ik weer mijn bonenstaak stuk. Dank u. Ik kan niet meer goed zien. Ik weet niet of het nodig is, maar ik doe het gewoon even. Ik geloof dat ik hem... Ja, ik had hem nog niet gedaan. Ik sta hier in het donker. Ik geef een plantje water in het donker. In het donker. Er komt een vleermuis op me af. In het donker. Er komen twee vleermuizen op me af. In het donker. Mijn energie is bijna op. In het donker. Yeah. Ik moet je nog killen. Een kill. Ah. Dank u. Nou, het zijn toch weer behoorlijk wat vleermuisdingetjes die ik gevangen heb. Ik moet eigenlijk ook nog die andere bloemkooltjes doen, maar die doe ik morgenochtend wel, want ik zie niet meer genoeg. En het is al 12 uur. Oh nee. Ik heb mijn vleermuisdingetjes verkopen. Ja, ik weet het. Ik ben moe. Het is 1 uur, maar ik moet mijn vleermuisdingen even verkopen. Fiber, mixed seeds. Zo is goed. Oké, ik ga allemaal binnen. Rustig maar. Oh, dat is best een lekker bedrag. Helemaal goed, helemaal goed, helemaal goed. Plop, plop, plop. Als ik dit nou even nog verder ho-ho. En dan de bloemkooltjes erin. Oh. Lag, haper, haper, lag. Oké, ik heb al mijn hout verspild aan dat... Oh, hier nog een stukje. Zo, prachtico. Ik heb al mijn hout verspild... aan het bouwen van die brug. Dus ik moet eigenlijk gaan hakken, hakken. Maar ik doe eerst wel even wat op de grond ligt. En dan deze. Sowieso de sap. Ik hoop dat ik de parsnipjes opeten. Yes. Dan kan ik nog even door, want ik ben nu al bijna moe. Wauw, dit doet niks. Nee, laat maar. Verkopen die hap. Ik hou zo wat bij de bar. Daar. Ja, goed genoeg. Oké, en dat doet ik. Waar is... Ik had toch net een heleboel van die dingetjes. Daar zijn ze. Ja, en daar nog eentje van. Dat doe ik omdat ik wil zo'n sapper gaan bouwen. Ja, ik heb voorkennis. Zo'n sapextractor. En ik wil dan gewoon naast mijn... Oh, ik ben nu alweer moe. Ja, wacht even. Ah. Ja. Yeah. Bro, effe. Nou ja, ik wil naast mijn deur van die bomen hebben voor de sap. En zo. Ja, kijk. Kijk, jullie, kijk, kijk. Lekker. Hoeveel energie? Oh, dit is best lekker. Wacht. Eten. Nou, dat was prima. Dat was prima. Schelpjes. Yes, schelpjes. Oh. Thank you very much. Don't mind if I yes. Oh, misschien kan ik hem een schelp geven. Hey, wil je een schelp? Deze is goedkoop hoor. Oh, that's sweet. Thank you. Ik ben ook heel sweet. Wist je toch? Oké, gast, geef me voedsel. Ik heb gehongerd. Ik heb veel gehongerd. 75, 150. Oeh, hash browns. Maar ik kan nog niet koken, dus ja, dit heeft nog geen... Oeh. Foraging and defense. Oké. Nou, ik ging eigenlijk niet de mijn in, maar ik heb honger. Oh, in één keer vol. Laat ik er wel nog... Oh nee, ik heb geen koelkast.
Damn you! Met een hele fortuin uitgegeven. Goed zo. Ik geloof niet dat ik wat bij haar... Oh, misschien kan ik mijn steen bij haar verkopen. Oh, hallo. Ik had jou niet eens gezien. If you're lucky, you might see a frog in this weather. Oké. Ik zie misschien geen kikker, maar ik zie wel een pad. Dan ben jij. Oké. No. Shop. Dat interesseert me allemaal niet veel. 2000. Ik heb net zoveel verkocht. Workbench. Daar kan ik zelf dingen bouwen. Wil die workbench. 2000. Ik geef haar mijn hout. En ik kom vast nog wel een keer een rib tegen. Dit is een rib uit mijn lijf. Wat het kost om een workbench te maken. Ik ga maar weer nieuw hout hakken. Hey, Linus de penis. I don't know you well enough to trust you. Sorry. Luister, hier. This is a great gift. Thank you. Alsjeblieft, schat. Graag gedaan. Ik had het eigenlijk nodig om centjes te verdienen, maar ik geef het aan jou. Dus. Ik kan er maar beter van genieten. Want ik heb jou ongevraagd iets gegeven. Dus, nou moet je er blij mee zijn. Want zo werkt het. Dag plantjes, gaan jullie lekker? Zijn jullie lekker aan het groeien? Doe maar groeien voor mami. Verkopen die hap. Oh, een slijmpje. Wacht even, even. Je hoeft niet weg te rennen hoor. I kill you. Ik word langzaam emmo. Is een essence. Oké. Okay. Nice. Yes! Crafting recipe. Een tapper. Die bedoelde ik. Daar kan ik de sap mee uit de bomen trekken. We kunnen eindelijk een workbench kopen. Oh, en nu klinkt weer... Living of the land. Welcome to Living of the Land. We're back again with another tip for y'all. Now listen up. Who's from crows? Sounds like you need a scarecrow. Placing a scarecrow on your farm just deters crows from a pretty good distance. Make sure you protect your valuable crops. Oh, and one more thing. Need a bigger backpack to hold all your good stuff? Check out the local general store. Thank you. Maar ik ga nu eerst die workbench kopen en daarna de backpack. Als je het niet... Hey, klik erop met je... Ah! Mijn bloemkolen. De kraai tussen mijn bloemkolen. Durf ze wel. I lost my favorite axe. Please find it. Oké. Okay. Kom voor elkaar. Kom voor elkaar, Robin. Ik moet eigenlijk naar Robin. Dus als ik nou eerst even op zoek ga naar die... Bijlen? Bel. Hij ligt hier ergens. Oh, nee. Daar ligt de bijl. Maar ik wil ook al deze. I know. Kan ik dit niet? Oh, wacht. Ik kan dit ook gewoon weggooien, maar dat is zonde. Nee. Nee. Bye bye. I will miss you. Not. I found the axe. Ik kan hem niet gebruiken. Ik heb je ding gevonden. Ik wil deze. Ik kom zo terug voor jullie. Als ik jullie niet vergeet. Hey Robin. Hey Robin. You got my axe. What a relief. I almost chopped my toe off with the other one. Okay. Shop. Waar staat hij? Oh, my beautiful workbench. Kijk eens. Daar.
Ah, kist. Kist. Oh my. Oh, waarom loopt ik vast? Waarom loopt ik vast? Waarom is die... Waar komt die lek toch vandaan? Oh ja. Yeah. Yes, please. Even kijken. Dit ga ik verkopen. Ik kan het eindelijk opbergen. Oh, heerlijk. Een kist. Een kist, wat heerlijk. En dan alles even hier organiseren. Dank u. Oh, eindelijk wat ruimte. En dan, waar liggen hier ook nog stenen? Ik ga ze even pakken. 12 uur. Ik heb alle... Kom hier. Ik heb nog alle tijd. Ik heb nog alle tijd. Oh, cutscene. Ew, it smells. Dat is niet aardig om te zeggen, Jess. Dat zeg je niet. Oh, Vincent. Hij is echt bang. Why is it locked? I want to explore the sewers. Nou, zo zie je er niet uit, Vincent. Je ziet eruit alsof je wil gaan huilen. There's something moving around in there. It's a rat. Het is een rat. You shit your pants. Oké. Ik ging die dingen pakken. Eindelijk een beetje de ruimte in mijn inventory. Ah, lenteuitjes. Spring onions zijn het. Je moet dat niet te moeilijk doen, jongens. Je moet er nou niet te veel... kwaliteit dingetjes doen. Kwaliteitsverschilletjes doen, want anders kan ik niks meer plukkeren. La 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 la. Oké, hout, hout. Ik houd van hout. Ik geloof dat nu deze naast elkaar staan, ik nog steeds, ja... Ik nog steeds mijn dingetjes kan gebruiken. Ik kan nog niet zo heel veel maken. Maar de sapper. Koper heb ik daarvoor nog nodig. Ja, dan moet ik toch de mijn in binnenkort, hè. In de mijn. Waar de diamanten zijn. Ik geloof dat nu deze naast elkaar staan, ik nog steeds, ja... Ik nog steeds mijn dingetjes kan gebruiken. Ik kan nog niet zo heel veel maken. Maar de sapper. Koper heb ik daarvoor nog nodig. Ja, dan moet ik toch de mijn in binnenkort, hè. In de mijn. Waar de diamanten zijn. Oh, weer lag. Oké. Een bril! Yay. Een karpertje. Wat leuk. Een oude krant. Wat leuk. Dat was... Nee. Oh, ik ga het... Ah, zo'n babyvisje laat ontsnappen. Hij stond nog zo goed als stil ook. En afval. Zo wordt mijn meertje wel schoon. En een stok. Oh, en ik word heel moe. Dit is mijn laatste rondje, want ik moet zo nog naar binnen. En er zijn de monstertjes hier, hè. Nou, en een colaatje. Oh, dit neem ik die wel even nu. Het levert toch niks op, volgens mij. Iets meer energie. Even in een verkoopkist. Hoppakee. Nou, we hebben best lekker verdiend. Nu gaan we toch een klein beetje beter de goede kant op. En een kukkelekuutje. Wacht. Laat eens kijken. I see a glimmer within my shining orb. A shard of knowledge from the future. Good humor today. Extra geluk. Nou. Oh, hallo. Hallo, Lynn Pin. Ik. You see this dog here?
Oh, wat is je newbie? Ja, ik zie hem. Hi, Jogiootje, behave jongen. I found it sitting outside the entrance of our to your farm. I think it's a stray, poor thing. Heeft hij vlooien? Hey, it seems to like this place. Don't you think this farm could use a good dog? Ja hoor. Snooch. Snooch. Wat dachten we van... Weirdo. Mooie naam. Well, weirdo. Be a good pooch now, okay? Rough. Okay, ik heb nu een hond. Vet. Waar is die? Die is meteen weg. Meteen alweer weggelopen. Okay. Ooh. Hey, dear Lynn, have you settled into your new life yet? I can't believe you're all grown up. Time flies. Lalilala, money. Okay, dankjewel. Ik heb geld. Ik heb nog meer. Tomorrow we're holding egg festival in town. Okay, leuk hoor. Doen we. Oh, dit kan ik nu oogsten. Eigenlijk moet ik nog eventjes nieuwe plantjes planten. Maar ik ging vandaag naar de mijn. Dus ik ga eerst even dit doen. Misschien kom ik op de weg naar de mijn nog iets goeds tegen om te eten. Ik had misschien niet alles moeten verkopen. Want ik zal wel weer te weinig energie hebben als ik straks in de mijn ben en vastraak of zo. Er zit iets in de grond. Hallo. Koper. Nice. Oh, nieuw journal entry. Er gebeurt iets. Cutscene. Oh, hi there. Hi. Now, just look at it. It's shameful. Ja, het is een weerspiegeling van jouw burgemeesterschap, vriend. These days, the young folk would rather sit in front of the TV and engage than engage with the community. Ik voel me persoonlijk aangesproken. Nee, hoeft niet. Ik ben niet meer jong. If anyone else buys Jojaco membership, I'm just gonna go ahead and sell it. Let's go inside. Wow, ik kom door de deur heen. Oh my god. I'm a wizard. What a mess. What's this? I guess Vincent and Jess must have been playing here. The deur zat op slot. This place is even more dilapidated than I remember. Oh! Burn it down. Just burn it down. There's something in here. I think that's a rat. Just burn it. Burn it. Ghosts. What's the matter? Are you ill? Ja, ik word een beetje misselijk van deze plek. Sorry. I wouldn't be surprised if this place was full of rats. Dat zei ik. Brand het neer. Brand het af. You're worrying me, Limpin. Maakt niet uit, ik hallucineer gewoon. Ik heb iets gegeten wat ik gewoon uit de grond geplukt heb. Dus misschien... Je weet het niet. I need some lunch. Het is ochtend. Okay. Hey, I'll keep this place unlocked from now on. Maybe you can help catch that rat if you have some extra time. Ja joh, ik heb zoveel tijd... We hebben hier een keus. We knappen het community center op of we gaan de Joja route. Nou heb ik nog nooit de Joja route gedaan. Ik heb wel in mijn eigen gameplay de community center helemaal opgeknapt. Dus die route ken ik wel. Misschien dat ik wel... toch voor de Joja-route ging. Waar ging ik heen? Ik ging naar de mijn. Hier. Hij ging lunchen om 8 uur 's ochtends. Zo ken ik er nog wel een paar mee, Louis. Mijn Louis.
hey ho, je krijgt een cadeau. Hey ho, hey ho, hey ho, hey ho. Moet ik nou in level 5 komen of zo? Laat ik even kijken. Ja, ja. Red problem. Nee, explore the mine. Ja, level 5. Maar ik wil eigenlijk ook gewoon alle dingetjes verzamelen. Ik heb nog niet zoveel grondstoffen namelijk. Dus wat ik kan verzamelen, wil ik graag verzamelen. Als je het niet erg vindt, want ik wil namelijk een rijke stinkzak worden. En hoe word ik een rijke stinkzak als ik alles laat liggen wat ik ook had kunnen meenemen? Niet dus. Ik heb toch niks aan zaadjes? Ik heb ook niks aan klei. Eet de leek. Oké. Ik eet al. Ik heb niet zoveel energie. Oeh, hallo, wat is daar? Oeh, hallo. Als ik jou nou eens eventjes... weggooi. Hallo, ik ga je weggooi. En jou nou eens even... Een Earth Crystal! Ah. Wacht, werkt dit beter? Ja. Nicey McNice Nice. Kill this slime. Bye bye slimy. Hey. Kill you. Oeh. Hallo. Maar nou kan ik dat niet meer dragen. Ik wil dat. Ik wil dat. Oeh. Hoe ga ik dat nou vinden? Waar is nou gewoon de uitgang? Hier ergens? Hier ergens? Hier ergens? Nee, hier. Hier. Ja, daar is de volgende. Yay, ik heb getutututututut. En de lift is open. Is er nog iets wat ik hier wil? Een boel slimies. Dat is zo'n buggy meat ding. Ach, lekker. Lekker geluid is dat. Oké, ik heb niet meer zo gigantisch veel energie. Dus wat ik doe, is ik ga gewoon hier nog wat steen verzamelen. En dan ga ik weer weg, want ik heb mijn dingetje gedaan wat ik moest doen. Want ik hoorde net... Pu, 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 pu. Oké. Kan ik hier nog even snel iets vinden? I'm sorry. Maar ik wil jou. Oeh. Wat is daar? Oké, nee, weet je, ik ging terug. Want ik had niet de energie. Dus, verlaat de mijn. Dat is beter. En een huis. Jou ga ik verkopen, jou ga ik verkopen. Jou heb ik nodig, geloof ik. Ga jou verkopen? Ja hoor, ga jou verkopen. Jullie ga ik niet verkopen. Even kijken. Alles in mijn kist. Ploep, ploep. Jou ga ik morgen... naar de dude brengen. Kan ik hem voor een huis kopen? Kopperoor 16. Oh, ik heb er 20 nodig, maar ik ben er bijna. Steen. Hout. Een bom. Dat is leuk. Die wil ik wel. Wat een liefje. Ik wist niet dat je ook binnen kon zijn. Ik vind jou lief. Weirdo. Eén visje vangen of zo. En dan gaan we weer. Hallo, wat ben jij? Oh. Klei. Dit spel wil heel graag dat ik klei heb. Blijf. Bijna. Ja, dank u. Blijf nog even. Ja, ik heb hem. Ik heb een chub gevangen. En chubby bubby, chubbly bubbly. Yay! Mayonaise machine, muur, farming, sprinkler. Oké, de sprinkler is goed. Die wil ik wel. Oh, wacht. Morgen is natuurlijk... Hoe duur zijn deze? 3x8. Is niet de meest geweldige quartz.
Een earth crystal. Earth crystal. Earth crystal is waardevoller dan quartz, zie ik. Oké. Earth crystal. Oh, kijk, boontjes. Nee, niet opeten. Plukken. Oké, en de her gebruiken om al deze dingen op te graven. Die heb ik ook nodig, want daar wil ik snacks van maken. Ik ben zo blij dat we die crafting table nu hebben. Ik wil alles meenemen. Komt goed, komt goed. Komt allemaal goed. Allemaal in, zo. Ja, ga ik wel een andere keer doen, want ik kom er toch niet aan toe. Oh, 20 heb ik er nodig. Weet ik veel. Ik kan ook een vuurtje bouwen. Ja, ik kan er 2 maken. Ik heb mijn eten mee. Heel goed. Nog meer fibers nodig. Fibers. Where are you? Come to mama. Ik weet nou niet. Krijg ik nou ook fibers van groot? Nog eentje. Ja, kijk eens even een hele berg. Kijk eens even. Daar zijn we. Kom maar bij mama. Oké, nee, wacht. Spullen. Spullen. Scarecrow. Yes! Acorns heb ik nodig. Oké, okay, nee, maar dat maakt niet uit. Kom wel goed. Scarecrow. Zo, lekker in het midden. I haven't encountered any crows yet. Ja, hé, hey, staat net een seconde. Maar dat maakt niet uit. Wacht. Dan krijgen we sage voor. Heel mooi. Oké, 10 slimes vangen, maar dat doen we een andere keer. Nu moeten we snel naar die eggwests. Bloom! Eggfest, let's go. Eggfest. This is the eggfest. Fest, eggfest. The festivities of the egg. Oh. Ja, dat is allemaal heel leuk, maar ik wil eigenlijk dit allemaal niet hebben. Kan ik nou hier nou iets mee? Flamingo. Aardbeienzaadjes. 8 dagen. Ik weet niet meer hoeveelste dag we zitten. Maar weet je, ik heb nu een kist. Dus ik kan gewoon die zaadjes bewaren als het niet goed is. It's time for the highlight of today's festival. Oeh. En precies, nu moet ik gapen. Oké, okay, we gaan eieren zoeken. Calm down, kiddos. We're going to need all your energy if you hope to fight the most eggs and take the prize. Ik wil ook een prijs. Ik weet niet wat ik zoek. Daar is een ei! Yay, ik heb 8 eieren of zo. Ik heb vet veel eieren. Ik heb er meer dan de kleuters, dat weet ik zeker. De winnaar is Abigail. Nou, gefeliciteerd, Abby. Hier heb je een prijs. Leuk voor je. Ik heb in ieder geval de kleuter verslagen. Dat weet ik vrij zeker. Oh, wauw. Het is al best donker. La 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 la. Oh, verkeerde knopje. La 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 la. 13. En deze duurt 8 dagen. Dat lukt geloof ik wel. Hoop ik. Ik moet wel eventjes nog mijn plantjes water geven. Water, water. Oh, ik ging even naar die gast. De dude gast. En daarna ga ik terug naar de mijn, denk ik. Oh, ik kan jou plukken. Ik kan jou plukken. Welkom, welkom bij mij thuis. Ik kan je plukken. Ik kan nog iets uit de grond halen. Wat zit er? Is het klei? Het is klei. Oh my god, het is klei. Even wat wegleggen, want dat heb ik allemaal niet nodig. Klei. Deze heb ik ook niet meer nodig. Kijk, nou heb ik zoveel mogelijk mee. Oh, en ik ga een grotere rugtas kopen. Dat ga ik meteen doen. Als Pieren zijn winkel open heeft. Bloom!
Haley is 4-jarig, maar Haley is niet aardig, dus het was super jammer voor haar. Veel plezier. Voor Furnace, ja, dat gaan we doen. En een coop. 9 uur. Lopen we eerst even naar het strand dan. Oeh, deze kan ik naar Goonthal brengen. Ik ga toch die kant op. Hier nog wat? Ja, hier ligt nog wat. Oh, pardon. Oeh, goud. Very nice. Daar zeg ik geen nee tegen. En koraal. Nou, moet ik wel. Dan is mijn inventory alweer vol. Ik zie, ik moet echt naar Pierre. Pierre, we moeten praten. Misschien moet ik straks nog even langs de saloon lopen. Nee, want het is pas laat open. Hallo. Koop mijn blooms. Oké. Okay. En ik wil deze. Ja. Ah, yay. 24? Oh my god. Kijk dan. Ik heb ruimtes. Lekker bezig. Heel lekker bezig. Dan kan ik in ieder geval iets meer meedragen. Hé, hey, Gunther. Hoezo niet? Ik heb toch hier een dingetje? Hebben we die al? Oh, die hebben we al. Stupid. In Animal Crossing doen ze tenminste nog alsof ze geïnteresseerd zijn in alles wat je al hebt. Wat je vindt, wat je al hebt ingeleverd. Maar hier hoeven ze dat dus blijkbaar niet te doen. Nu heb je helemaal niks interessants mee. Ja, nou ja. Sorry hoor. Kom maar volgende keer niet dan ofzo. Als het nou die andere bloems waren die iedereen wel leuk vond. Niemand vindt deze bloems leuk. Kijk, hier staat er nog één. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen tijd voor. Nou ja, het is in ieder geval goed voor me. Oh, wacht. Je bent jarig. Hier. Ik weet dat je ze waarschijnlijk niet mooi vindt. Hier. Net zo geel als jouw haar. Oké. Hey, Linus de Pinus. Aw, someone was throwing rocks at my tent tonight. Aw. Wat stom zeg. Arme Linus. Oh, daar zit wat in de grond hier. We moeten leave my Linus alone. A lost book. You found a lost book. Oké. Okay. Zit die ook in mijn inventory? Nee, gelukkig. Nee, dan maar mijn ruimte in beslag namelijk. Oké, okay, en nu weet ik dat ik hierheen al kan. Dat is mooi. Jou zie ik wel. Al weet ik dat je niet fantastisch veel waard bent. Je bent meer waard dan niks. Koper. Kom maar bij mama. Volgens mij kan... Oh, die wortels. Je kan hier volgens mij wortels vinden. Ja, deze bedoelde ik. Volgens mij was die vrij goed ook. Vrij nuttig. Oh. Thank you. Kan ik jou ook verzamelen? Oeh, ik heb een krabje. Hallo. Hallo, amethyst. Er is een ladder namelijk. Er is ook nog koper daar. Misschien niet te hebberig worden. Nou heb ik twee ladders. Hij wil me zeggen dat ik naar beneden moet. Ik denk dat dat is. Kijk, hier is nog een kopertje. Oeh. Ik heb natuurlijk ook een bom gekregen ergens, hè. Wat nou als ik die eens ga gebruiken? Ik heb zelfs twee bommetjes. Wauw. Dat was efficiënt. Oeh. Bommetje. Rennen. Nice. Ik wil het eigenlijk naar huis redden. Kom op. Doe maar gewoon nog eentje. Ik wil nog één niveau naar beneden. Eén ladder. Kom op. Kom op, ladder. Waar ben je? Zit ik verkeerd te zoeken? Moet ik dichterbij bij huis zoeken? Ja. Kijk. Oh. Worth it. En ik heb laarzen. Cool. Kan ik die aandoen? Yes. Heel goed. Snel naar huis. Oh my god, jongens, we hebben zoveel gedaan. Kijk eens even hoe groot mijn inventory is.
Hoe vet is dat? Best wel vet. Al zeg ik het zelf. Jee, nou jongens, en dan hebben we toch wel weer veel gedaan, hè? Even kijken, ik ga gewoon... Oh, sorry Slimy, ik ben eigenlijk even... Eigenlijk ben ik even druk. Ga eens even weg. Ik ben bezig, ik wil naar huis. Ik ben moe, het is 12 uur 's nachts. Ik wil mijn shit verkopen. Ik wil gewoon even bij mijn kist. Jongen, jongen, jongen. Oké. Dit kan ik verkopen, dit kan ik verkopen. Dit kan ik verkopen, dit kan ik verkopen. Dit wil ik niet verkopen. Krabby the Crabface. Verkopen. Wauw, wat kan ik nu nog maken wat ik wil maken? Oh, ik kan het fornuis maken. Yes! Zo. En nu? Oh, wacht. Ik moet daarvoor oor hebben. Wacht, heeft hij al mijn kopperoor opgebruikt? Opgebruikt? En een kool. Ik weet niet hoeveel kool ik nodig heb. 5 oors. Nou, dat heb ik niet. Dus laat maar. Oh, 38. En een kool. 5 oors. Oeh, en 1 kool, zo te zien, want die heeft hij gepakt. Dat is echt vet. Ga maar lekker slapen, weirdo. Je hoeft niet bang te zijn. Nou jongens, we zijn hartstikke lekker bezig. Eens even kijken. Zullen we nog 1 dag doen? We doen nog 1 dag. En dan is het klaar. Dag plantjes. Oh, lekker. Wat is dat? Een baars. Deze heb ik gekregen van Linus. Ik leg hem in een kist. Nice. Hallo, zijn hier nog dingetjes voor mij? Goud. Very nice. Yes, indeed. Ah, ik heb het zeer mee opgepet. Goed, goed. Even kijken. Laatste beetje. Wat dachten we van even hier opzij kijken? Kijk, kijk, kijk. Hier kunnen we toch nog wat mee. Oh, mis. Glas. Een sea urnik. Zee-egeltje. Is dat, geloof ik? Nog wat koraal. Donate. Lepeldingie en glasscherven. Alsjeblieft. Oh. Zagen jullie dat? Mijn hele beeld glitchte alle kanten uit. Hé, hey, Clint de Vriend. Je heet toch Clint? Hoe dan ook. Doe dit even voor me. Zandsteen. Koper, dankjewel. Koper. Nice. Dude, wil je mijn zandsteen? Ik geloof het wel. Ik krijg geen cadeautje. Jammer. Kan ik nog een keer boekje kijken? Nee? Oh, hè. This is a book by Marnie. Animals are very sensitive. They like to be pet every day and prefer to eat grass outdoors than dry hay. They don't like being outside in the rain, though. Happy animals produce higher quality products. Dat is waar. We zouden een koep gaan regelen. Dat kunnen we vandaag nog wel doen. Hi. Oh nee, ik ben... I know. Wat? 300 wood? 100 stone? 4000 gold? Kom later wel terug. Hey Marnie, of Maru de Paru. Whenever I'm struggling with a technical problem, I always take a walk. Goed idee. I like to check with the local businesses and see how they're going. Okay, Sheriff from Nottingham, ik weet wel wat je aan het doen bent. Greetings, stay inside if you want to keep warm. But get out of my house. Wat? Ik heb met Haley de meeste hartjes? Ew. Smerig. Care. Ja, is het een good day to shop? Nou, kijk eens aan dan. Je mag het allemaal van me hebben. Helemaal goed. 12 dagen. Volgens mij heb ik 28 dagen. In de... Blooms. Zo. Goed zo. Goed zo. Die ga ik planten. 4000 goud.
voor een koep. Moet toch niet gekker worden, hè? Ik heb hier nog een rib uit mijn lijf. Een rib uit mijn lijf. Ik liep tegen een minuscuul steentje aan dat je bijna niet eens ziet. Maar oké. Oké, dus we doen geen koep. Want dat redden we niet met de Centicus. Maar we kunnen wel eventjes nog naar de bibliotheek om kijken of die open is en dit bot in te leveren. Gunta, ben je daar? Ah, precies net nu. Oké, ik ben alweer weg. Gunta, dan krijg je mijn bot toch niet. Whatever, dude. Ik ga hem zelf wel, hoor. Misschien kan ik hier nog wat vinden. Houthakken heeft niet meer zoveel... Tenminste, het heeft nog wel nut. Oeh, kijk, ze zijn weer hier. Nee, houthakken kan nog wel, maar ik heb niet meer zoveel energie. Dus dat is gewoon niet zo'n fantastisch idee. Maar in het donker lenteuitjes rapen is vast een heel goed idee. En dit en dit. We verkopen hem gewoon. Sorry, dat moeten ze maar gewoon thuis moeten zijn, hoor. Precies om 6 uur de deur dicht doen. Een beetje flauw. Zo. Kidokie. En de rest leggen we. Oh, sorry schatje. Ga je aan de kant. Ga je aan de kant. Dankjewel. It's getting late. Ik weet het. Maar Weirdo liet me er niet in. Dus wat moet ik doen dan volgens jou? TV kijken. Kijk wat de opbrengst is voor deze dag nog. Dag 15 van de lente. Jongens, we hebben het goed gedaan. Het is goed zo. Het was leuk. We hebben best wel veel voor elkaar gekregen. We hebben wat journal dingen weggetikt. En we hebben eindelijk een grotere rug. Dat is en een workbench. En we hebben gewoon een dag vol vooruitgang gehad vandaag. Hartstikke goed. Dat was dan weer dat, jongens. Dankjewel voor het kijken. Leuk dat jullie er waren. Vergeet niet om te liken. Te subscriben en laat eens een leuke comment achter. Liefdoen is helemaal gratis, het kost je niks. Zet even een comment neer en dat helpt het kanaal met groeien. Het wordt erg gewaardeerd. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!